Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video, een nieuwe week, een nieuwe maand. En daarom besloot ik om het vandaag met jou te hebben over verlatingsangst als zielsles. Want verlatingsangst is eigenlijk samen met bindingsangst eigenlijk twee dezelfde oerwonden, maar die zich op een verschillende manier gaan uiten. En de reden waarom dat het zich op een andere manier manifesteert, is omdat het verbonden is met de mannelijke en de vrouwelijke energie in onszelf. Dus afhankelijk vanuit welke energie dat je hoofdzakelijk gaat gaan leven, zal je die oerwonde en dus de zielsles eerder ervaren ofwel als een bindingsangst of eerder als een verlatingsangst. Nu, je weet dat dat eigenlijk niks te maken heeft met het geslacht als, maar wel meer met de energie. Vind je? Mijn kat wel laten weten dat ze er ook is. Dus dat betekent dus dat mannen evengoed verlatingsangst kunnen ervaren, terwijl dat vrouwen evengoed ook bindingsangst kunnen hebben. Dus het heeft niks te maken met geslacht, maar veel meer vanuit de energie waarin je eigenlijk het meeste gaat gaan leren. Bovendien kan je eigenlijk ook beide hebben. Naar gelang dat je beide energieën in jezelf verder gaat gaan healen, zou je merken dat de ene keer gedrag stelt dat eerder wijst op dat je zelf niet wenst te binden of niet kan binden of daar angst voor hebt. En de andere keer zou je merken dat je eigenlijk je vastklampt aan iets of iemand omdat je niet alleen wil achterblijven. Nu in deze video wil ik eerst aandacht geven aan verlatingsangst. In een latere video komt bindingsangst dat wel zeker aan bod. Maar dus, je weet al dat dit verbonden is met een oerwonde in de vrouwelijke energie. Wanneer je merkt en vaak angst voelt om afgewezen te worden, dan kan dit een uiting zijn van die diepe verlatingsangst. Want als je gewoon kijkt naar ons, doorheen ons leven, dan hebben we eigenlijk geleerd dat we iets of iemand buiten onszelf nodig hebben om gelukkig te zijn. Denk maar aan het feit dat wanneer je ziek bent, dus een probleem hebt met je fysieke lichaam, dan ga je naar een dokter die jou dan vertelt wat er met jou scheelt. Of als je zwanger bent als vrouw, bijvoorbeeld, dan ga je naar een gynaecoloog en die helpt je ook om kinderen te baren. Een partner heb je misschien die helpt met gras af te rijden of met het boren van de gaten in de muur. Je gaat te raden bij een loodgieter wanneer je met een waterlek zit. Je hebt een verzekeringsmakelaar die je helpt met het verzekeren voor allerlei problemen of mogelijke problemen. En zo merk je dat er in zoveel zaken in ons leven eigenlijk constant vertaald wordt en nog meer eigenlijk bevestigd worden in die overtuiging dat we anderen nodig hebben. Dat we het zelf niet kunnen. En hierdoor zijn we eigenlijk afhankelijk geworden van iets en of iemand buiten onszelf, zonder dat we het eigenlijk heel goed en wel beseffen. Zonder dat we het eigenlijk daar ons bewust van zijn. En dat maakt dat we een diepe overtuiging hebben dat er iets of iemand beter is dan jezelf. Iemand die wijzer is en die dus beter weet wat het beste is voor jou. En dan heel snel zie je dat ook eigenlijk in de relatie tussen ouders en kinderen. Maar als je voor jezelf nu eens gewoon nadenkt, wanneer mocht jij voor het eerst als kind iets zelf beslissen? Hoe oud was je? En over wat ging het dan? Wellicht omdat je ouders de overtuiging hadden dat je eigenlijk eerder nog niet zelf iets kon gaan beslissen. Maar is dat ook zo? Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik eigenlijk heel snel die verantwoordelijkheid teruggegeven aan mijn kinderen. Toen mijn kinderen bijvoorbeeld aangaven dat ze zich niet goed voelden op een specifieke school, dan heb ik hen laten kiezen wat dat ze voelden dat voor hen op dat moment beter was. En natuurlijk heb ik ook mijn eigen intuïtie daarin gevolgd, maar uiteindelijk gaat het erom dat we onze kinderen en ook onszelf opnieuw weer leren vertrouwen. We zijn niet afhankelijk van anderen. En zelfs ook niet als het gaat om het voelen of ervaren van liefde. Wanneer hij angst voelt om geen liefde meer te voelen bijvoorbeeld, weet ook dan dat dat een illusie is. Dat jij gewoon enkel en alleen als waarheid hebt aangenomen. Waarom? Omdat dat iets is wat je ervaren hebt in de oude wereld. Maar liefde is er altijd voor jou, want het is in jou. Het is wie dat je bent. En in relaties zie je het dan vaak gebeuren dat wanneer één of beide partners voelen dat er iets in zichzelf zou afgewezen worden door de anderen, dat ze de neiging hebben om eigenlijk zelf weg te lopen. Ze sluiten zich af in plaats van daar heel open en eerlijk over te communiceren. En hoe vaak is het niet dat mensen zich alleen voelen, ook al hebben ze relaties, maar omdat ze zich aanpassen vanuit de overtuiging dat de andere meer van hen zal gaan houden, omdat ze dit op een of andere manier zo denken, daarvan overtuigd zijn.
Dus daarom stel jezelf de volgende vragen wanneer je te maken hebt met verlatingsangst. Wanneer je merkt dat het wel ergens doorheen je leven speelt. Wanneer je nog te veel beroep doet op anderen, buiten jezelf. Externe partners, externe krachten, externe instanties. En het is ook zo, voor bepaalde specialiteiten, ik denk nu maar aan verzekeringen en zo, is het inderdaad, heb je wel voor een stuk nodig, die diensten nodig, maar ook daar kan je eigenlijk ook weer vanuit je eigen verbinding met jezelf gaan voelen van oké, wat heb ik wel nodig, wat heb ik niet nodig, waar geloof ik wel in, waar geloof ik niet in. En volg niet gewoon klakloos, blindloos, zonder daarover zelf, voor jezelf over na te denken wat dat iemand anders zegt. Dus maar mocht je dus inderdaad te maken hebben met verlatingsangst, stel jezelf de vraag van, waar heb jij je alleen gevoeld? Wellicht gaat het ergens terug ook in de relatie met je ouders of met je opvoeders. Waar voelde jij jou in de steek laten? Door wie voelde jij jou in de steek laten? En denk dan ook eens aan, waar heb ik mezelf ook in de steek laten? Waar ben ik niet genoeg voor mezelf opgekomen? Waar heb ik mezelf niet op de eerste plaats gezet? Een derde vraag is, waar ben jij zelf weggelopen? Van jezelf, van een relatie, van een obstakel, van een situatie, van een emotie. Vierde vraag, waar heb jij je niet veilig gevoeld, waardoor dat je eigenlijk besloot om jezelf waarzelf niet te tonen? Waar kon jij jezelf niet zijn, omdat je die veiligheid miste? Wanneer had jij voor de laatste keer het gevoel dat iemand je zou vangen als je zou vallen? Met andere woorden, wie en wanneer en wat is de reden dat je anderen nodig had om je op te vangen? En de laatste, ook heel belangrijke vraag, ben jij er voor jezelf? Nu, veel mensen, zo niet misschien wel alle mensen, zijn op zoek naar een diepe connectie. Maar tegelijkertijd kunnen ze de intensiteit van die connectie niet aan, net omdat het hen laat verbinden en laat kijken naar hun diepste emoties en dus ook naar de diepste angsten en trauma's. Dus dan daarom is het belangrijk om te leren communiceren op een volwassen manier, om emotioneel volwassen te worden en niet meer weg te lopen zoals hij toen deed als een kind. Want wat hij toen geleerd hebt als kind is nu niet meer nodig. En ik begrijp het, het is ook zo. We lopen weg uit zelfbescherming, net omdat we niet opnieuw of nog meer gekwetst willen worden. Maar weet dat het enkel alleen maar betekent dat de andere schaduwen in jou gespiegeld worden. Dus vraag hulp aan jouw hitsen om alle angsten te transformeren, zodanig dat je jou volledig kan openen voor die diepe zielsconnectie en dus ook voor jezelf. Want als je volledig voor jezelf kiest, dan geef je ook toestemming aan de ander om dat ook te gaan doen. Dus open je hart voor liefde en wees dankbaar voor de lessen die liefde jou dan leert. Transformeer je verdedigingsmechanisme tegen afwijzing, want dat is ontstaan vanuit de oerwoude, de verlatingsangst en van het gevoel dat je iets zal missen. Maar datgene wat je diep in jou mist, is eigenlijk de liefde voor jezelf en een connectie met je bron en je ziel. Erken de pijn die je ervaart en laat het door je lichaam heen stromen en stuur het zo naar je voeten via je grondingskoorden, zodanig dat aarde het kan transformeren in liefde. Ik ga je een voorbeeld geven. Een van de patronen van de verdedigingsmechanismen dat ik bij mezelf herkend heb, is het feit dat wanneer ik voel dat iemand niet volledig in de relaties reageerde op de manier zoals ik het zou verwachten en die dus voor mij veilig aanvoelde, dat ik dan eigen had om weg te lopen. Om te zeggen van oké, bekijk het dan maar, ik zal het dan wel weer op mijn eigen en alleen gaan verder doen. Want momenten dat ik alleen was of alleen ben, dan is dat betrouwbaar, dat is veilig, dat is voorspelbaar. Dus misschien is dat ook een patroon dat je zelf ook hebt. De ander hoeft inderdaad niet altijd jou te verzekeren van dat alles oké is of er te zijn voor jou. Het belangrijkste en het meest belangrijkste is dat jij jezelf je eigen backup bent en dat je je veilig voelt in jezelf, dat je jouw eigen kracht kent en dat je weet wie je diep van binnen bent. En het grootste probleem van afhankelijkheid en dus daarmee gepaardgaande verlatingsangst gaat er vooral om dat we onze innerlijke gemoedstoestand laten bepalen door uiterlijke omstandigheden, door andere personen of situaties. Dus onthecht van de nood
aan uiterlijke personen en omstandigheden om geliefde, geluk en vrijheid te ervaren. En zelfs om je overvloedig of rijk te gaan voelen. Dingen veranderen voortdurend om meer te brengen waar je van houdt. Maar dat vraagt natuurlijk van jou dat al diegenen die dingen die naar boven komen, al de schaduwen die boven komen, dat je die aankijkt en gaat gaan healen. Dus stem je af op je eigen bron. Verbind je met je eigen bron en laat dan alles door je heen stromen. En geef liefde aan wat er voorbij komt. Geef zonder verwachtingen aan anderen, want het zijn die verwachtingen die ook afhankelijkheid creëren. En laat iedereen zijn wie dat ze zijn. Laat die energie en die liefde vrijelijk stromen. Heb geen verwachtingen van anderen en hecht je aan je eigen bron. Dat is eigenlijk de samenvatting. Want dan geef je niet alleen aan jezelf, maar ook aan iedereen om je heen de vrijheid om gewoon zichzelf te zijn. En dan hoeven we geen sociaal aangepast gedrag meer te gaan vertonen, omdat we denken dat die andere persoon dat verwacht. Nee, de andere persoon verwacht dat we open, eerlijk en gewoon onszelf zijn. Want liefde, en zeker onvoorwaardelijke liefde, dat wordt gegeven en ontvangen zonder dat er een bepaalde vorm of voorwaarden gekoppeld zijn. En tenslotte is dat hetgeen waar we allemaal diep naar verlangen. Die onvoorwaardelijke liefde. Geliefd zijn gewoon voor wie dat we zijn, zonder meer, zonder extra's. En onthoud dat elke wonde van de trigger niet bij de andere persoon ligt, maar in het verleden. Dus heel die wonde. Vergeef wat dat er mag en wie wat dat er mag vergeven worden. Maar vergeet ook jezelf daarin niet in. En laat het dan los. Herken je eigen waarde en weet dat je goed genoeg bent zoals je nu bent. Want het is niet liefde die niet meer betrouwbaar is, maar wel de wonden die we allemaal hebben of gehad hebben. Dus leer van wat de buitenwereld jou toont, wat de buitenwereld aan jou spiegelt, maar focus op jezelf en geef je kracht niet weg aan dingen buiten jezelf. Want daar ligt de ware basis voor jouw geluk en voor jouw healing en jouw transformatie. Nu, als je ondersteuning nodig hebt om daar inderdaad een extra spiegel te ontvangen voor je eigen schaduwen, dan ben ik altijd heel blij om met jou samen te werken. Hoe dat kan, dat vind je in de box hieronder. En wens je meer informatie te zien, dan kun je natuurlijk op de linkjes klikken die naar mijn website gaan. Zo, dat was het voor deze video en ik hoor en zie je in de volgende. Dag!